Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Goed nieuws, de tank is onderweg naar Nederland. Maar voordat hij naar de werkplaats kan komen, moeten we even een tussenstop maken in Graven. Want dat is namelijk het terrein van Ben Junier. En Ben Junier die heeft voor ons gezorgd dat we de tank in zijn geheel met kanon en al naar Nederland kunnen halen. Want hij heeft daar de juiste papieren voor. Voorwaarde is wel dat het kanon, zolang dat wij de papieren nog niet hebben, bij hem op zijn terrein in bewaring moet blijven. Dus we gaan eerst even een bok maken om die koepel met kanon op te zetten. We komen in Graven en dit is het terrein van Ben Junier, die staat daar. Goeiedag. En dat is de man van de 1000 bommen en granaten. Hij lijkt ook een beetje op een kapitein Haddock, hè? Ja, een beetje wel, de baard, hè? Ja, precies. Maar we gaan in ieder geval de koepel dus eraf tillen en die komt op het bord. Die blijft hier staan en dan nemen wij straks onderstel mee naar huis. Mooi op schema zo. Nou, het moment van de waarheid. Kijken of onze bok de goede maat is. Ja. Ja. Jammer dat het eraf moet eigenlijk, hè? Want zo is het toch wel veel mooier. Ja, inderdaad. Als het dadelijk eraf is, dan is het in één keer geen tank meer. Dan is het gewoon een rupsvoertuig. Ja, de laatste buiten losmaken en dan hopen dat inderdaad daarmee ook alles los is, hè? Ja, en dat er geen stekkertjes vastzitten, hè? Ja. Maar daar komen we vanzelf achter. Hard trekken. Zit jij in de happy space? Hier word ik altijd blij van. Ja, ja. De laatste bouten losmaken. Ja. Hij is hem aan. Is hij los? Alles is los. Dus, geweldig. Hij gaat eraf. Eerst kijken of alles los zit misschien. Ja, ik ga er niet tussen kruipen om nou niets los te maken. Hoeveel geeft hij aan? 7,8. Oh. Zo zijn ze. Die Chinezen. Zeg ze dat 9 ton weegt? Weet het niet. Er zitten gewoon stukken hout in de plaats van staal. Stukken naald in. Hij staat er. Goed gelukt. En de bok die
Kijk eens, joh. Dat is hartstikke stevig. Zo, Ben. Ben je blij met het nieuwe tuinornement? Super. Wat een ruimte nou. Oh. Kijk aan. De rookpot. Die moet ook hier blijven. Dat zijn wapens, hè? Ja, ja. Kijk, joh. Kijk, het is net een zwembad zo, joh. Echt, hè? Hey, maar... geen kabeltje zat nog vast, hè? Niks. Alles goed losgemaakt. Ik heb wel eens motorblokken losgemaakt, daar zat meer vast. Ja, dat heb ik wel eens gezien, ja. Dit was een goed voorbereide operatie. Perfect zo. Nou kunnen we door naar de volgende stop, hè? Dat is bij de werkplaats. Het laatste deel van het transportproject. Hè? Ja, het zit er bijna op. Zo is het. Het wordt nog spannend. Ja, zeker. Want die tank ging er best wel moeilijk op, zeg maar. Ja, dus hopen dat hij er wel makkelijk af gaat. Hij is een stuk lichter, dat scheelt. Ja, en hij gaat er nou van af, dus hoeft niet meer omhoog. Dat scheelt ook. We hebben een zware tractor geregeld. De hulptroepen zijn gearriveerd, kijk eens. Oh, dat moet wel lukken, toch? Dat denk ik wel. Dat is geen half werk. Ja, hij rolt niet zo prettig, maar hij schuift des te beter, geloof ik. Nee, daar hij gaat vol wel. Ja, hij is een beetje scheef gegaan bij het slepen en hij dreigt er vanaf te piepen aan deze kant. Dus we vullen hem even op met een paar treinbielzen. Zo, maar ze hebben nog niet gedraaid, de rupsen. Nee. Maar de tractor heeft er geen moeite mee, volgens mij. Ja, maar is het volle gewicht op de grond staan en de rupsen worden tegengehouden, dan... Daar komt het erop aan. Dan zal het samen worden, denk ik. Ja, inderdaad. Ja. Nou, heel spektakel dit, hoor. Inderdaad, het wordt spannend zo. Ik ben benieuwd. Ja, het is te hopen dat ze er niet onderuit wegdraaien dadelijk. Nee, of eraf schuiven. Ja, want dat mag natuurlijk niet naast de dieplader vallen, want dan wordt het een moeilijk verhaal. Ja, of dan moet het nog verder opzij trekken en dan rijdt hij met deze rups over de grond en de andere over de dieplader. Hij gaat rollen. Lekker rollen. Ja, daar gaat ie. Hij is bijna af. Ja. Hij moet nog wel een stukje verder, want anders ja. Kunnen we hem niet meer kunnen we de vrachtwagen niet aankoppelen. Hij wil niet zijn best meer. Zo.
was een hele operatie, dan was er niet zomaar 1, 2, 3 gebeurd. Maar het is toch gelukt. Hij staat er en ja, ik wil natuurlijk zeker bedanken hier zo mee van Riel. Want die heeft echt keihard gewerkt daar in Engeland om het ding erop te krijgen en hier weer om hem eraf te krijgen. Dus dat is super gedaan. Graag gedaan. Ja, en ik wil natuurlijk ook nog bedanken hier Koen van Antus, die met de tractor hier langs kwam om eraf te trekken. Ja, want dat hadden wij natuurlijk met de heftruck en de graafmachine niet voor elkaar gekregen. Zo vast dat ding zat. Dus super bedankt joh. Graag gedaan. En tenslotte wil ik natuurlijk Benjonier nog even bedanken. Want zonder hem was het niet mogelijk geweest om die tank met koepel en alles naar Nederland te halen. Dus dat is wel super natuurlijk. Ja. En nou kan het echte werk beginnen. De motor eruit. Erin kijken. Verdikke joh. Ik ben benieuwd. Hey. Jullie allemaal bedankt voor het kijken. En tot de volgende.